Ja, belangrijke overwinning. Zeker met wat er eerder vandaag bij de concurrent ook weer is gebeurd. Het is een topweekend voor jullie. Yes, we are happy that we got the 3 points. That was the most important for this weekend. To win our game and the rest, what happens around the game. And yeah, it's not in our hands. So we're doing our job and the rest comes how it comes. Krijg je het wel mee, nog voor de wedstrijd, dat er weer zo'n slag geslagen kan worden? You mean the Ajax game? Or what? Ja. Yeah. Yeah, I came in the dressing room as the first one, because I always finish first. And then I hear the fans cheering and I asked the medical guys what happened. And then they said, yeah, Ajax drawed. And I think I knew it, but the other players, they had no idea about it, I think. Jij bent zelf ook weer heel erg belangrijk vandaag voor je team, hè? Yeah, I'm happy about that. And the hard work pays off, you know. So in the beginning was a little bit difficult, and I was waiting for my moment. And yeah, if you believe every day, then it comes. Waar zat het hem in dat het in het begin wel wat moeilijk voor je was, wat je zegt? Yeah, I don't know why, but of course I didn't play for some weeks. I think for 7-8 months. And then it's not so easy to get the rhythm in. And I had many games in the beginning. I think every 3 days we had a game directly. So it was not that easy, but yeah, it took some games and now I feel really good. We gaan er even vanuit dat Feyenoord inderdaad kampioen gaat worden. Het moet nog wel gebeuren, hè? Maar ik kan me voorstellen als reserve doel, maar ben je onderdeel van het team. Maar je hebt nu ook daadwerkelijk wedstrijden gespeeld, belangrijke reddingen gehad. Voelt het dan ook meer als straks ook echt een prijs die ook echt van jou is? No, we're one team, so of course you're happy, but at the end I don't care if I play good or bad. If you win the league, I'm happy. Eén ding viel ons vandaag nog op, hè, met Tijn Troost, die dan op de bank zit. Die was heel snel met de bal richting Sparta geven. Is dat iets waar jullie als team of als keepers ook mee bezig zijn, van die bank op die manier belangrijk te zijn? Yeah, the bench is always important, but I didn't see what Tijn did, but hij gaf heel snel steeds een bal als hij over de achterlijn ging weer terug aan, om het tempo hoog te houden. We need the bench as well, so always when the guys come in, we need them. They can change the game easily, and that's very important. And also when you look from the pitch outside, you feel like boys, they're in your back and they want to help you. So that's really important. And I'm happy to have a team like that. Weet je of jij woensdag ook weer mag en moet spelen? I have no idea. We will see. Het is er wel eentje die je graag opnieuw wil meepikken, lijkt me. Yeah, of course I want to play, but at the end we're a team and we want to go in the final.